Goedendag, welkom hier op de Valkeningenstraat 72 in Schravenzanden. Dit is een zeer royale 201 kapwoning met mijn liefste 5 slaapkamers, een eigen oprit waar je 2 auto's kwijt kan en ook nog een aparte garage. Wat opvalt is het lichtval hier en we staan nu in de woonkamer. Je ziet ook van diverse plekken komt het licht lekker binnen. Daarnaast ligt hier als afwerking een mooie massieve eiken vloer. Wat vervolgens ook toegang biedt tot de achtergelegen keuken. Het is eigenlijk een heerlijke, fraaie woonkeuken. Keukens van Symetic zitten eruit vanaf het begin van de bouw zit erin. Geheel compleet. Er wordt op gas gekookt. Een combi-magnetron. Afzuigkap. Verder nog een koelkast met een vriezer erbij. Een vaatwasser. Dus ja, ook van hieruit heb je natuurlijk mooi zicht op de achtertuin. En zoals je ziet, de achtertuin is gelegen aan doorgaand vaarwater. We zullen straks ook een mooie kijk in de tuin gaan nemen met uitzicht op de kassen. Er stond nog een stukje Westlandse allure hier. Vanuit de hal vandaan hebben we hier nog een toilet. En het toilet ziet er gewoon netjes uit, voorzien ook van een fonteintje. Verder doorlopend komen we hier eigenlijk weer in een tussenruimte terecht, waarbij je ook weer prima toezicht hebt of toegang hebt naar de tuin toe. En tevens ook toegang naar de garage. De garage is van mooi formaat, voorzien van een elektrische rolder, waarbij tevens ook opstelplaats is voor een wasmachine met een droger en tevens ook nog een extra wasbakje voor eventueel een handwas te doen. Verder is de garage ook uitgerust met een verwarming. Dus ook in de wintermaanden is het een prima ruimte om hier bijvoorbeeld spullen op te slaan of eventueel je auto binnen te zetten. Ook vanuit de garage is er toegang tot de achtertuin. De zonnige achtertuin zoals je ziet. Het is dan gedeeltelijk belegd met tegels. Gedeeltelijk ook voorzien van een groenborden en een grasveld. Nou, alles gewoon netjes onderhouden. Het schilderwerk is in 2019 gedaan. Verder is hier nog een mooi achterterras gerealiseerd met een windscherm. Dus in feite zit je hier gewoon altijd heerlijk uit de wind. Waar je prima natuurlijk ook een barbecue weet en andere zaken. De tuin die loopt in een terrasvorm loopt die af. En zoals je dus ziet, Het laatste terras feitelijk kom je zo op de steiger, waarbij je hier natuurlijk een mooie gelegenheid hebt om bijvoorbeeld je eigen botensloep of iets dergelijks neer te leggen, zodat je dus heel het Westland kan doorvaren. De woning doet ook een eigen energieopwekking, er liggen 10 zonnepanelen op het dak. Dus dat is, nu zo het zonnetje lekker schijnt, is dat natuurlijk een prima verdienst op deze manier. Bij de al het kozijnwerk is met hardhout uitgevoerd. Dus ook daarin zie je dat de toegepaste materiaal is gewoon van een prima niveau. Nou, zijn we hier terug in de woning. Vanuit de hal vandaan krijgen we toegang tot de eerste verdieping. Hier boven aangekomen hebben we een royale overloop, wat toegang biedt tot de oude slaapkamer. De oude slaapkamer is ook mooi in formaat. Je ziet hier natuurlijk ook dat je prima je bed kwijt kan, voldoende ruimte eromheen.
En hier een eventueel mogelijkheid voor een losse of een vaste kast. Dus dat is ja, goed in verhouding. We komen hier uit op de tweede slaapkamer. Ook gewoon een mooi formaat. Dus wat iets wat smaller, maar wel mooi, mooi lang ook. En dit leent zich ook gewoon prima voor een ja, voor slaapkamer of eventueel een studeerkamer. En dan verder op de begane of op de eerste verdieping is dit dan de derde slaapkamer hier. Dan heb je ook nog een raam aan de zijkant. Dus daar dan nog wat extra licht in val. En ook dit is ja, gewoon een mooie slaapkamer van formaat. Prima natuurlijk opstelling voor kast, bureau en een bed. Nou komen we hier aan in de badkamer. De badkamer is mooi doordat het een gescheiden gedeelte heeft. Bad ten opzichte van een douche. Hè. Zeker heel praktisch met kinderen. Tweede toilet. Een wastafel. En tevens kan je hier ook gelijk een raampje openzetten naar buiten toe. Als je bijvoorbeeld klaar bent met douchen. En verder gaat een mooie grote handdoekenradiator. Nou, dan heb je hier een open trap. Hard hout. Naar de tweede verdieping. Ja, aankomend op de tweede verdieping hebben we hier dus ook weer een mooie grote kamer. Waarbij je dus ziet dat die daklijn hier mooi doorloopt. Dus daardoor krijg je een heel ruimtelijk gevoel krijg je hierin. Ja, ook hiervoor gewoon veel ruimte. Waarbij je tevens bijvoorbeeld ook nog hier achter de schuifdeuren nog wat extra opbergmogelijkheid hebt. Dus dat is gewoon geheel zeer praktisch. Verder is er vanuit de overloop vandaan is hier nog toegang tot een extra linnenkast. Tenminste eigenlijk gewoon een berging. Met nog een extra koelkastje. Nou ja, daar zit nog even wat bergruimte achter. Er is hier eventueel ook nog een extra wasmachine aansluiting. Dus je kan eventueel de wasmachine vanuit de garage naar de tweede verdieping doorlopen. En dan komen we hier eigenlijk op de vijfde kamer uit. Wat nu wordt gebruikt als een werkkamer. Hele fijne lichte kamer ook. En je ziet dus een mooie dakraam erin. En ook weer zo'n uitzicht op de kassen. Ja, dat maakt het geheel wel helemaal compleet eigenlijk bij deze woning. Dus eigenlijk samengevat is dit een woning die zeer goed onderhouden is. Ben je op zoek naar een woning die gewoon relatief op korte loopafstand van het centrum ligt. En nog eens een keertje heel veel ruimte, maar liefst 5 slaapkamers. Dan zie ik je binnenkort waarschijnlijk hier op de Valkenierstraat nummer 72. Graag tot dan.